Hi, wat leuk dat je meekijkt. Dag 29 en ook vandaag ligt Poes op mijn werkplek. Dus ik hoop dat zij ook veel plezier heeft, of hij moet ik zeggen, oeps, aan deze tekening. Het is dag 29 vandaag en wij gaan ons focussen op Tree Leaf van mijn lieve collega Debbie uit Singapore. Een van de oprichters van Seven Forests, Five Rivers. En ik schuif Poes even een beetje op. Zo. Tree Leaf. Nou, echt heel erg leuk gevonden. De basis is, je hebt meerdere mogelijkheden. Het zijn blaadjes. En je kan beginnen met zo. En je zou hier simultaan een lijn kunnen trekken. En Poes die wil heel graag meetekenen, zoals je ziet. En je kan ook een enkele lijn maken. En je ziet, het is ook weer een soort aura. En dan zijn er diverse mogelijkheden. Die zij ook aangeeft in het voorbeeld. Die staat ook in de handout natuurlijk. Maar niet iedereen heeft de handout. Is dat je hele gezellige, noem ze, simpele blaadjes. Zo. En je zou ook een hartje, lijkt een beetje een simpele versie van heden, simpele versie van toedels. Zo. Ja, de uitkomsten zijn natuurlijk legio, rond, of inderdaad toch wel echt een beetje een bladvorm, of een sterretje. En wat zij ook leuk doet, is de suggestie wekken dat er een blaadje, dat er een hoekje om zit. Nou, ik heb niet echt gekeken hoe ik denk dat dit gewoon een ontzettende leuke tengel is om in een tekening te verwerken. En ik heb nu opeens een poes die in diepe slaap is gevallen. En dit is in ieder geval mijn idee van Tree Leaf. En leuk dat jullie meekeken. En wie weet, tot morgen.